strijders, welkom bij een nieuwe video. Deel 2 alweer van de Woodtrue serie. We pakken lekker door. En in deze aflevering gaan we Weekend League spelen met het team waar we de vorige aflevering mee geëindigd zijn. Check die nog eventjes als je hem niet hebt gezien. Het gaat in deze serie allemaal razendsnel. De nieuwe regel voor tijdens de Weekend League is in elk geval dat ik 2 keer moet scoren met Weghorst voor 1 upgrade. De rest wordt vanzelf duidelijk, maar laten we kijken hoe we het er vanaf hebben gebracht. Uiteraard in 1 ruk door op de zondagnacht. 1 ding kan ik verklappen, Weghorst was fenomenaal. Zo is dat en dit is nu de ploeg. Niet helemaal, want we mogen nog 1 ding upgraden, omdat ik nog een rang hoger had gehaald bij de playoffs. En dat is deze man, Frank Onyeka op het middenveld, mid-mid. Althans, een beetje controlerend natuurlijk, die Nigeriaan van Brentford, die gaat daar spelen. Doordat ik geen rang 5, maar rang 4 had gehaald bij de playoffs voor de Weekend League. Dit is dus de Weekend League zelf. Allemaal live gespeeld. Jullie zagen de disco al eventjes op mijn cam. Nu zien jullie deze cam. Dit is de voice-over cam. Maar op zich een lekkere ploeg. Dus met Saint-Maximin die belangrijk is. Op rechts die Buendia. Fred, Onyeka, Dele Alli. En achterin normale Joe Gomez met nog altijd Tarkowski. Tarkowski, Pauski, Rokus. Rechtsback Emerson en op doel Pope. En linksback natuurlijk het fenomeen rulebreaker Cornet. Hoe dan ook, eerste potje zagen jullie al. Die was binnen, zonder doelpunt van Weghorst. Maar die gaat hier wel binnen. Zijn eerste goal en dus voor het eerst op weg naar een upgrade. 2 goals hebben we nu nodig. Ik dacht, anders gaat het ook te snel. Wordt het te makkelijk. Hoe dan ook, nu heeft hij er wel 2. En hier nog een doelpuntje van. Die was het, Dele Alli volgens mij. Dan is dit een heel, heel bijzonder moment. Gaan we wel naar een 4-2 voorsprong in deze wedstrijd, komt de tegenstander nog terug. Maar gaan we gewoon wel lekker 2-0. En is de eerste upgrade een feit. En zag je het eventjes rechtsbuiten, Saka nu in plaats van Buendia dus. Zo blijft die ploeg geüpgrade worden, blijft Weghorst scoren. En is de vraag natuurlijk met wat voor scoren we kunnen eindigen bij deze Weekend League. Bij de eerste Weekend League met deze ploeg in deze serie. Ik had mezelf eigenlijk ten doel gesteld om minimaal 14 winst te halen. Normaal is het doel wel 16. Ik pak hier al een vroege rode kaart trouwens met Joe Gomez. Heel vervelend en uiteindelijk verliezen we die pot. Ik was hier echt boos op mezelf. Wel 2 goals van Weghorst. En dus zag je daar Lucas Moura op rechts buiten. Ik wisselde Joe Gomez even voor Romero van Spurs. Gewoon een gelijkwaardige speler. Ik had geen zin om die rode kaart helemaal weg te halen. Maar dat is dus even een eenmalige tijdelijke vervanger. Weghorst blijft ondertussen scoren. En ook Saint-Maximin hier via de handjes van de keeper. Maar dat betekent dat we weer mogen upgraden. En nu is dat Donny van de Beek. Centraal op het middenveld. Hij komt er daarbij. En dus aanvallende impulsen. Dus een lekkere kopbal van Weghorst. Meteen alweer in die volgende pot. En zo blijft hij eigenlijk bijna elke pot wel 2 doelpunten maken. Dit is een hele lekkere goal trouwens van Van de Beek. En zo gaan we 4-1. Lang niet gek. Weer een upgrade. Ødegaard nu voor Van de Beek. Want ik miste daar toch wat, wat skills eigenlijk. Te weinig skill moves op mijn middenveld. Dat was het oordeel ook van de chat die meeleefde en meedacht. En eigenlijk ging het al met al allemaal helemaal niet zo slecht. Hier kom je wel op een gegeven moment tegen ploegen die gewoon veel te sterk zijn. Jullie zagen het net op beeld. Ik heb er even niks bij verteld. En Mbappé scoorde daar, maar wij komen toch weer op voorsprong met Weghorst. Alleen je speelt tegen Ben Yedder, Neymar en Mbappé. En dan is het geen schande dat je af en toe ook een keer wordt gepakt. King valt in. Dat is standaard bij de verlenging. En hier wordt die bal binnengetikt volgens mij door Ødegaard. Staan we 4-3 voor. Maar helaas, helaas kunnen we hem niet over de streep trekken. En dan gaan we naar strafschoppen. Moet Nick Pope een heldenrol vervullen. Burnley dat gisteren heeft gewonnen trouwens. En heel belangrijke 3 punten pakte. 2-0 tegen Southampton in de strijd tegen degradatie. Dat wordt heel spannend. Ik ben benieuwd of we Burnley volgend seizoen nog in de Premier League gaan zien. De Premier League volgend jaar natuurlijk bij Viaplay. Die gaan we dan helemaal volgen in ons programma. Jullie zien het hier wel. 2 penalties mis. Tegenstander scoort opnieuw. En Fred Verdet maakt dan nog wel onze tweede strafschop. Maar we verliezen helaas voor de 2e keer. Dat is gewoon heel jammer. Want het ging eigenlijk helemaal niet slecht. Maar toch 2 nederlagen al. Dan voegen we op links buiten Luis Diaz toe. Hij vervangt daar Saint-Maximin. Wordt het daar veel beter op. Geen flauw idee. Maar in elk geval ga je van een 79 rated speler naar een 80 rated speler. Hier hebben we wel weer een lastige pot. Weghorst knalt deze bizar lekker binnen. Maar zo'n Mbappé is gewoon bijna niet te stoppen. Tarkowski is echt mijn favorietje centraal achterin. Maar hij en Joe Gomez hebben het toch wel moeilijk met al die special cards van Mbappé. Je komt gewoon tegen zijn player op de man kaart en zo. Alan en Eriksen zijn hier dan toegevoegd. Hebben we weer 2 keer 2 goals met Weghorst gescoord eigenlijk. 14 doelpunten heeft hij nu al deze Weekend League. En de ploeg
wordt op die manier wel echt snel beter. Middenveld is heel leuk op deze manier, is heel uitgebalanceerd. En het is leuk om met al die spelers gewoon even te spelen. Je wil ook niet te lang met zo'n normale Van de Beek spelen of een normale Ødegaard. We gaan weer nadenken hoe we straks bij de playoffs de ploeg kunnen gaan verbeteren. Dit is wel heel lekker trouwens. We pakken die wedstrijd in de verlenging en weer 2 goals. Dan komt Bertie erbij. Is het even een tijdelijke oplossing? We hebben nu eigenlijk 3 wat controlerendere spelers. Maar dat kwam even zo uit qua rating. Er was eigenlijk geen goede aanvallende speler van 83 volgens mij. Volgens mij was dat een beetje het verhaal toen. Terwijl we hier een free winnetje krijgen. Hartstikke lekker. Maar Alan, 1 wedstrijd op 10 gespeeld. Nu wordt hij teruggetrokken en vervangen we die Party weer door Foden. Foden nu als nummer 10 achter Weghorst. Luis Diaz nog op links. En op rechts nog steeds Lucas Moura. Dit is een goede actie en lekker binnengepoft door Weghorst. Die kaart is ook niet normaal. Weet je dat je met zo'n ploeg alsnog zoveel doelpunten weet te maken met Weghorst? Dat ligt gewoon aan die kaart. Ik hoef er verder eigenlijk vaak weinig voor te doen, want die kaart is gewoon gestoord. Je baalt echt als je die kaart niet hebt gedaan dit jaar. En ondertussen hebben we weer 5 doelpuntjes erin liggen. Tegen een ploeg met Cruijff, met Timo Dier, Cancelo volgens mij. En nog heel wat ongein. Foden in de laatste minuten komt ons hier naar een 6-5 overwinning. En dan komt Zaha linksbuiten te spelen. Het is vooral voorin wat ik wissel. Je zou misschien zeggen als kijker, waarom haal je die Tarkowski er niet een keertje uit? Maar ik vind hem gewoon vet. Ik wil zo lang mogelijk met hem en Pope achterin blijven spelen. Ik vind dat gewoon leuk. Inmiddels hebben we de droom van 18 wins al lang en breed opgegeven. Ook 16 wins wordt een heel moeilijk verhaal. Maar 14, dat moet nog wel te doen zijn. We komen weer 1-0 voor, maar dan wordt het snel 1-1. En is dit een heel lekker moment? Jonathan, David en Messi heeft deze man voorin lopen. En dan loop je al heel snel tegen een grote achterstand aan. En als het dan een Jantje is, 4-1 en hier zelfs 5-1, heb ik volgens mij zoiets van, nou, toedeledokie, ben ik klaar mee. Helemaal goed. Komt Bailey erbij bij ons. Kijk die ploegen ook waar je tegen speelt. Moments Henry is dit. Ja, daar kan zelf Tarkowski helaas niks aan doen. Moments Henry, Player of the Month, Mbappé. Ja, daar heb je het gewoon lastig tegen. Maar het is niet erg om ons avontuur in deze serie in de Weekend League te beginnen met 11 of 14 wins. Ik ben serieus vergeten wat het nou uiteindelijk is geworden. Ik heb even wat andere dingen aan mijn hoofd helaas. Hele vervelende dingen in familiaire omstandigheden. Nou, vervelend is niet eens het goede woord. Het is gewoon helemaal kut. Ik ben gewoon serieus vergeten hoe ik uiteindelijk ben geëindigd. Het zou zomaar kunnen dat we uiteindelijk niet eens die 14 meer hebben gehaald eigenlijk. Ik betwijfel het. We gaan het meemaken. Dit is allemaal op de zondagnacht geweest. We gaan hier weer tegen een harde, grote, snelle nederlaag aanlopen. Ja, kijk ook weer wat voor teams. Het is er ook niet te geloven. We scoren met Zaha. Deze wonnen we dan weer heel snel, geloof ik. Hè? Ja, heel raar. Tegen Gullit en Arnijn. Maar ja, dan zit er gewoon iemand achter de knoppen die er echt helemaal niks van kan. 1-0 voor. 1-1 is het. 6e minuut. Royce. 1-2. Heb ik dit nog gehaald? Ik geloof het niet, toch? Dit is Bailey en dit is Weghorst. Met zijn 27e doelpunt. Bal op de stip. Weghorst voor 28. Jawel. Rage quit. 12-6. Heb ik het nog gehaald? Die laatste 2 potten? Volgens mij niet. Dit is ook weer een beestenploeg waar we tegen spelen. Volgens mij wordt het nog een finale wel. 1-1. Dit team waar we tegen spelen was weer gestoord. Maar ik bleef natuurlijk wel strijden tot het eind. Richarlison legt hem terug. Iñaki. 2-2. KK. 3-2. Weghorst. Weghorst. Gelukkig krijgen we hier de strafschop. Tegenstander krijgt rood. Wordt 3-3. Maar dan KK. Hij doet ons pijn. Oh ja, dat is het. En dan geven we die laatste pot weg. Was dat het? Ja. Deze openen we. Komt hij aan. Julian Brandt. Liever deze. Show us light. Barella. Oelala. En David Silva. Nou, geen slechte playpitch toch? En dan hebben we hier nog. Ja, het zijn best wel prima rewards altijd, hè. Oeh, dit is een heel groot feest. Holland. En zo'n kaartje. Eerst deze maar even. Heb je ooit zo'n pakketje gewoon zo'n Mbappé gezien? Ik ook niet. En wie weer? Courtois. Goeie pakketjes, serieus hoor. Ja, geen slechte pakketten. Dit is het team waar we uiteindelijk mee eindigen. Ziyech op rechts buiten.
We halen dus helaas maar 12 wins bij de Weekend League. Moet volgende week wel wat beter. Laat me vooral ook even weten onder deze video met wat voor regel we bij de volgende playoffs moeten spelen. Wanneer gaan we nu echt upgraden? Ik denk dat het goed is om nu even te blijven bij 2 doelpunten van Weghorst. Is 1 rating omhoog. En in plaats van de Weekend League halen, moet ik nu minimaal rang 4 halen. Maar als we dat halen, upgrade van 100k. Thanks voor het kijken, jongens. We vlammen door. Maak er een mooi weekend van allemaal. De zon schijnt. En pluk de dag. Thanks, jongens. Tot snel. Ciao, ciao.